Ja, kijkers, jullie zien het. Ik ben lekker gedoucht. Ik ben nog even gauw de laatste mailcheck aan het doen. Moet ook gebeuren, hè? De mails checken en al. Dus je kunt altijd mij mailen op dimitri.remus@psychotv.be. Daar kunnen jullie altijd mij naartoe mailen. Als jullie eens een vraagje hebben of zo. Of laat jullie vraag hier onderaan in de comments achter. Ik ga nog even mijn mails even doornemen. En dan ben ik door werken. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ja, sorry dat het al een autovlog is al van de eerste seconde. Ik ben nu onderweg aan het rijden naar mijn werk toe. Het is al niet zo koud meer. Het is niet in mijn temperatuur, dus ik heb niet moeten krabben. Dus dat is altijd positief. Voor de rest heb ik de vlog nog geüpload, heb ik de mails dus gecheckt. En het is niet van de eerste seconde van mijn vlog, want ik heb al gevlogd. Ja, dus maar morgen vroeg. Ik kan soms ook wat foutjes maken op met het spreken en al. Ja, sorry. Ik ben ook maar een mens van vlees en. Ja, bloed. Allee mensen, ik ga concentreren op de baan. En dan zien we elkaar strakjes terug. Goed. Allee. Even deze was kan ik nemen, dan kan ik nu uitzetten. Allee, tot straks allemaal. Yo.
Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gelukkige vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Jawel, deze gsm gaat straks mee op, voor een timeslap te maken van hieruit naar Brussel toe. En dan van Brussel naar Vilvoorde. Van Vilvoorde dus naar Q-Music. En dan van Q-Music terug naar Brussel. En dan van Brussel terug naar mijn thuis toe. Allemaal in timeslaps. Toppie, dus ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Het kan redelijk lange timeslaps zijn, want het zijn redelijk lange ritten wat ik moet doen. Wat ik nu ga doen, is ook in een timeslapje gooien. Als ik me ga scheren, dan ga ik me even van mijn houterkit erbij halen. Voilà. Dus ik zie jullie zelfs allemaal terug. Yo. Zo, gedaan met mij op te frissen. Ja, je ziet, ik heb mij wel gesneden. Kan gebeuren, hè. Maar, ik doe dan nog niet direct mijn blouse overaan, want dan kan die vol hangen. Dus ik ga die nu, mijn washandje nog eens goed uitwringen. Nog eens goed overal wrijven. Voilà. Dan gaan we mijn t-shirt erover. Voilà. En dan ben ik klaar voor te vertrekken. Voilà. En waarom duw ik jullie nu uit? Ik weet het niet. Voilà. Nu nog wat haast maken. Even kijken hoe laat dat is. Het is 24 na al. Doe. Ik hoop niet dat het nu heeft gevroren. Dan zit ik wel in de shit. Ja, je ziet dat ik zit echt te bloeden. Fuck it. Fuck it. Ik zal maar een handdoek meenemen, zeker, naar de auto. Voor te kunnen tappen. Tap. Wacht, hè. Dap. Voilà. Dan heb ik dat ook eens gedaan voor jullie, hè. De dap move nog een keer. Wat al redelijk lang uit is. Voilà. Nu, jasje toe. Heel goed, dit. Ja. Dit mee. Voilà. Dit mee en nog dit mee. Voilà. Dit moet ook mee, de betaalkalender, want daar hebben ze achter gevraagd. Tot straks allemaal, yo. Zo mensen, ik ben hier nog even thuis. Ja, jullie zien het, is echt donker. En ja, ik word blijer. Het blijft nu al langer dag, dus dat betekent dat ik ook meer kansen kan opnieuw krijgen voor vlogs in elkaar te steken. Outside. Yeah. Zeker ook met mijn nieuwe aanwinst, hè. Met mijn nieuwe drone. Yeah. Maar ik ga je één ding zeggen. Ik ben met een andere gsm aan het opladen. Die was nog 0%. En ik vertrek hier al om 6 uur naar... om 18:30 ga ik al vertrekken richting de eerste stop. Dat is bij Amber in Brussel. En dan zo doorgaan naar Q-Music. En dan van Q-Music terug naar haar. En dan van haar terug naar mijn thuis toe. Ik ga je één ding zeggen. Ik kom niet op de radio. 9 van de 10 kansen. Ik kom echt niet op de radio. Als dat zo wel is, ja, dan maak ik daar ook wel beelden van. En ook als ik daar gewoon ter plaatse ben, zal ik ook wel beelden maken. Maar, jammer genoeg... kom ik niet op de zender omwille van de Omicron-virus. De Omicron-virus gooit roet in het eten voordat de bezoekers welkom zijn bij Q-Music bij Tom de Kok. En ik heb hier, hè.
Een zelftest. Tot wanneer is die geldig, die zelftest? Tot 2023. Bam. Dat is tot volgend jaar. Jee, weer een jaar dan verder. En, mensen, mag hier weer al eentje gaan aankruisen. Vandaag zitten we de 13e, denk ik toch. Zal ik eens goed kijken, dat ik niet verkeerd ben. Ja, 13. Oké, dus dan ga ik dus 13 hier een mooi kruisje zetten. Nog 1. Wacht hè. 1, 2, 3. 4. 4. 5, 6, 7, 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, nog meer dan 50 dagen te werken in deze ganse jaar. Voor geld te verdienen. En ja, ik heb hier gesneden met het scheren. Jullie hebben het ook gezien deze morgen in mijn vlog. Ah ja, maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik ga nu maar rusten, dat ik ook veilig en wel op de baan kan begeven. Tot ziens allemaal, yo yo yo. Zo, ik heb dus even heel kort nog met de drone gevlogen. Ja, ik moet soms dus, ja, ik moet dat regelmatig doen om toch erbij te blijven en ook kunnen beter en beter stabiel te kunnen filmen. Ik ben dus echt door deze raam gevlogen. Toppie, het is me gelukt al. Al 2 keren, dat is goed. Maar, ik heb altijd zo schrik dat ik tegen die muur ga knallen. Zo tegen die zijkant. Maar het is niet gelukt. Het is niet gebeurd. Nu ben ik de 2 batterijen aan het oplaaien. Ik ben mijn kasken aan het oplaaien. Ik ga die ook even meenemen naar Q. Q is good for you. Er is een kleine wijziging gebeurd qua route. Ik ga dus niet naar Amper toe. Oh, omhoog van ze waar. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik kan niet een juiste antwoord geven. Want ik vraag je, kijk, als ik nu vertrek ben en ik kom 20 uur 30 bij jou, dan heb ik nog perfecte tijd om naar Q-Music te rijden, zonder dat ik mee moet haasten. Want het is echt, maar ook echt waar, hè? Buiten zo mistig als iets. Hè? Zo mistig als iets. Allee, ik ga nu eens vertrekken. Ik heb mijn gsm bij. Ik ga pas filmen vanaf de autostrade. Want daar heb ik dan een rechtstuk. Goed, you. My mad strike set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. You left me with a heavy heart. I'm colder than the day you met me in the dark. I feel the air around me as it starts to move. I realize I never had that much to lose.
I made it! Jawel, kijk maar. In de mist. De DPG Media, of de Media DBG. En daar hangen dus aan de vlaggen weer al. Jawel, ik ben hier weer al aangekomen. Jawel, je ziet het daar. Bij de QQQ Music stand die daar zo staat. En daar heb je dan ook nog een groot scherm waar je ook nog van alles kunt mee opvolgen. Precies iets van verpleegkundigen nu op het grote scherm bij Medialaan. Maar ik moet nog even wachten. Tot zo. Hallo kijkers, ik ben terug thuis van Q-Music. Dus ik heb mijn kerstverlichtingen gaan halen. En ik heb Tom een goeie 10 minuutjes maar gesproken. En ja, het is omwille van de Omicron virus dat Naomi, Tom of noem maar op geen gasten mogen ontvangen, waarvan dat ze eigenlijk redelijk safe willen spelen, dat er geen programma's uit de ether vallen van ja, hij is ziek, van ja, nu kan hem niet draaien. En hoe lang gaat het dan duren van wanneer dat hem terug on-air kan komen? En dat willen ze zo fel mogelijk vermijden. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van mijn timeslapje. Hopelijk hebben genoten van mijn dronebeelden. Dat ik hier heb proberen binnen te vliegen via die raam. En dus ook mijn godmiljarden nonnen ju. Sorry als ik het eerst even vloek. Gelukt. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream aanwezig gaat zijn. Tot later!